Wij zijn op bankzitters en wij zijn op wintersport. Voor het eerst, wat heb je er zin in? Nat gaat voor het eerst skiën, maar eerst moeten we helemaal naar Oostenrijk reizen. Nou, we zijn er al. Maar mensen die moeten wel weten, we zijn er wel heen gereden en dat ging zo. Jongens, ik heb gezien, we gaan naar Koningslaaiten. Toch? Ja, ja, ja. Okay. Ja, 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 zeker. Want ik had het even opgezocht, want ik dacht van, ik weet niet wat voor plek het is. En toen zag ik dus een minpunt staan. Maar persoonlijk vond ik het helemaal geen minpunt. Het minpunt stond namelijk prijzig. Nee, het is wel prijzig. Maar voor mij is het een soort paupercontrole, dat er dus geen paupers zijn. Ik vind het top. Ik kan je garanderen dat er zeker paupers zijn. Dat doe jij niet. In Koningslaaiten. Je zegt het nu al een keer. Koningslaaiten! Hey, het is 6 uur 's ochtends en de gym is al open en er staan daadwerkelijk mensen. Daarover gesproken, wie gaat er rijden? Ik had eindelijk een cadeautje. Jullie kennen mij. Altijd in de bus zorg ik voor cadeautjes. Altijd zorg je voor cadeautjes. Wij gaan op wintersport. Hola! Iedereen heeft drie jegertjes mee. Dit is wel lekker. Het zijn ook dubbele shots. Dat zijn van die grote. Je moet eerst 2 uur rijden en dan als beloning mag je zo'n ding. Want anders kan je natuurlijk niet rijden daarna. Ja. Ik heb besloten dat ik als eerst ga rijden. Want ik heb frisse energie. Wat vind jij ervan? Dat jullie gaan rijden vind ik heel wat. Want meestal moeten Roel en ik alles rijden als we op reis gaan. Vinden wij het leuk om bij te houden hoeveel van deze dingetjes we drinken deze week? Nee. Nee, doe niet. Doen we gewoon niks. Nu is jouw lange hoofd allemaal in beeld. Nu was? Is hij nu in beeld? Is hij nu in beeld al helemaal? Ja, dat betekent ik wel goed opstaan. Ik vind die mensen zijn zo belangrijk. Ik heb een serieuze vraag, maar is jouw been langer dan jouw hoofd? Ah! Zeg toch altijd dat je hoofd ongeveer even lang is als je schoen, maar je hebt natuurlijk ook een bizar grote schoenen. Ja, we komen eraan. Dames en heren, hij heeft dus maat 68. Yo, hoi hoi. Ik heb er zoveel zin in. Zeg maar dat je weet dat al je jas zo aan hebt om toch even te laten zien dat je een nieuw Gucci draait. Maar ik moet dus toch die controle even opnieuw moeten doen met die powers die er binnen stromen. Wat? Toiletpapier. Ik krijg nu een soort nieuwe generatie Ron Jans fans die dan in mijn DM sturen van Ron Jans was net op tv, NOS, NPO 1. Feyenoord heeft hier met 2-0 gewonnen, maar die hebben bijna niet op doel geschoten. En denk ik, huh? Ik wil echt serieus even wat eten, man. Ja, I'm back. Hebben jullie nog niet ontbeten? I'm back. Wat, heb jij ontbeten al? Gaat er nu om 4 uur s'nachts lopen ontbijten. Nou dan. Ik heb net een vlugge jaapie op. Nee, sowieso reek van de Aldi. Weet je wie vlugge jaapie speelt? Bassie daar, dat weet je wel, hè? Bassie zelf. Wow. Ik vind Bassie zo geil. Ik zou echt graag klaar komen in de neus van Bassie. Hé, hey, maar wat doen al deze mensen hier? Er zijn mensen die moeten gewoon wel vroeg werken. Vroeg oké, maar 7 uur? Jij bent echt de connectie met de realiteit gewoon volledig kwijt. Ja, Roel, ik snap het. Ik snap het wel, hoor. Nou, zullen we nu stoppen met deze ongein? Oké, het is groen en het rolt naar beneden. Ik met een groene jas. Ik ga er wel af hier, man. Als jullie het goed vinden, ga ik even poepen. Goed gelijk bij, ja. Ja. Ik zie trouwens dat hier een McDonald's is waar we gestopt zijn. Halen we even een schnitzel? Miel, goed nieuws. Hoppa. Hij ziet er lekker uit. Heerlijk croquant met een mooi laagje. Een beetje plakband eroverheen. En hier heerlijk van die romige saus. Lekker. Ik vind het echt top. Miel, en dankzij onze vrienden van Revolut. Kijk, kunnen wij op deze skivakantie richting het prachtige Oostenrijk. Zoals jij natuurlijk weet is Revolut een bank met een Europese licentie. En tegenwoordig hebben ze ook een kantoor in Nederland. Waardoor jij een Nederlandse IBAN krijgt. En dat downloaden en dat aanmaken, hoe zit dat dan? Is dat een beetje makkelijk? Of? Nou, leuk dat je het vraagt. Het is hartstikke makkelijk om te downloaden. Het kost maar enkele minuten om een account aan te maken. En als je via onze link een Revolut account aanmaakt, krijg jij 20 euro. Maar Miel, als je je voor 31 maart aanmeldt, krijg je nog eens 80 euro extra. Dus dat is 80 plus 20 is 100 euro in totaal. Als jij minimaal 4 maanden je salaris laat storten op je Revolut-account. Maar je moet wel aan alle actievoorwaarden voldoen, dus je moet je even wel goed nalezen op de site. En wat zijn dat dan? En bijvoorbeeld dat je wel minimaal 1500 euro salaris moet hebben. Hoezo vertel je het dan aan mij? Je weet al dat ik geen rode roggel verdien, dat weet je toch? Is er ook een maximum? Nee. Jij moet helemaal weg wezen. Oké, ik heb het zelf meteen even gedaan. Je kan je Revolut-account heel makkelijk opwaarderen met Apple Pay of Google Pay. En Revolut werkt in de meeste landen, waaronder Duitsland en Oostenrijk. Ja, wat dus ook handig is dat je budgetten kan instellen in de app. En dat heb ik alvast even gedaan voor onze vakantie, want ik ken die jongens een beetje. Dan kunnen we precies zien wat we uitgeven aan ons verblijf, aan restaurants, aan boodschappen. Wij gaan nu natuurlijk naar Oostenrijk toe. En een leuk feitje, ze betalen daar met een euro, maar ga je nu naar een land met een andere valuta? Geen probleem, Revolut is je vriend, want ze hebben wel 30 verschillende valuta's die jij makkelijk kan gebruiken om je euro's te wisselen. Kosteloos, van maandag tot en met vrijdag, tegen een super voordelige koers. Het is gratis en binnen een paar minuten heb jij je Revolut rekening aangemaakt. Via onze link in de beschrijving krijg jij 20 euro cashback. Mooi, wow, tijd is niet zo, baby. Dit ziet er troosteloos uit, jongen. Wat denk jij hier nou weer? Een salade. Nu gaat het eigenlijk echt beginnen altijd voor mij. De eerste is niet zo shit. Ik hoef die suikerige neppe shit. Niet goed genoeg voor mij. Selbst jenseits der Grenze schlägt der berüchtigte Fleischvulkan zu. Und er lässt sich nicht davon abhalten, eine große Kalorienbombe zu essen. Die Mann eet Mackie met handschoentjes aan. Wil je mij even filmen? Oh, die Mann eet Mackie met handschoentjes aan. Wil iemand zien jullie milkshake? Doe maar de gekste smaak die ze hebben. Smurf.
ik wil hier niet meer gezien worden. Sorry. Zeg, vlogmaatjes, we gaan vandaag naar Duitsland, want op de autobaan mag je net zo hard rijden als je wil. En in tankjes zoals in Duitsland mag je lekker net zo hard schreeuwen als ik wil. Zoals je ziet, mensen, zijn in Duitsland en Koen heeft een vet showgenoemd. Vandaag zien we een showgenoemd. Ja, dat is een dus je dat ze heel veel moeite hebben in de tweede Bundesliga, ze staan als 14e. Oh, wat erg. Ik heb typisch Duits, een BP-rol XXL. Dit is een speciale Duitse versie. Deze haak. Ja, maar dat kan niet wat je nu zegt. Nee, dat is een geintje. Nou, ik ga een hapje nemen en proberen. Hallo, lieve Leute. Heute werde ik voor euch eine. We leven vandaag dus even voor de duidelijkheid de hele dag. Oh, film mij in. Godverdamme. We proberen al de hele dag een soort van lekkere stoppen. Film mij in. Ik hoop dat we nog een tankstation hebben. Hallo! Die heeft een ruf gelaten. Ja, 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 ja. Wat een ramzapen, man. Ik lieve champion, dat is mijn club. Ga even geluid op mij even. Oeps, een cijfer. 0-4. Ik ben positief verrast. Ik had het veel viezer verwacht. Ik geef het een 2. Je zag hem niet aankomen. Ja, ja. Hey, ik heb wat gekocht. Gekocht? Ik heb wat gekocht bij het tankstation. Niet dat vieze boekje, vieze dvd'tje met al die vieze oude vrouwtjes erop. Nee, ik heb er wel over getwijfeld, maar die vrouwen waren zo oud. Hoe kan je een pornofilm ding verkopen met echt de allerleukste vrouw ooit? Hey, ik heb wat gekocht, omdat ik merkte dat voor ons allemaal begint een probleem te worden. Zeker na die curryworst. De lucht die in deze bus hangt. Welke lucht? Ik heb geen scheetje meer gelaten sinds die curryworst. Het is goed. Ik heb geen scheetje meer gelaten. Het is gewoon niet de harde die loef voor jou. Miel wordt er weggekocht. We kennen natuurlijk allemaal die kerstboompjes. Ik heb nu iets gekocht, een soort kerstboompje, maar dan nog beter. Ik heb gekocht luchtverfrisser Coca-Cola Sherry. Wat een geur, hij ruikt wel heerlijk. Hij ruikt helemaal niet naar Coca-Cola Sherry. Tering, wat een loef. Dit is helemaal geen cola Sherry. Wat een loef. Jezus, Anus, man, ik word gewoon meteen misselijk. Oh, wat een loef zou ik hier. Hoe kan er zoveel geur van dat ding opkomen? Eén voordeel, die ruf van Roel, die gaan we niet meer ruiken. Oh, het is echt chemisch, man. Ik krijg gewoon koppijn. Ja. Even kijken of ik het kan compenseren, hoor. Niet nu zo beginnen. Neil, hij komt naar jou toe, oké? Nee, even niet. Dat was geen goed idee. Oh, dit is wel een cool aardrijkshot. 12 uur verder, maar we zijn er. Zo, Roel, ik moet die lucht. Jezus. Weet je wat ik even wil? Ik wil even een vet drone shot. Ik heb echt geen idee. PSV. Zo, je komt binnen in een persje tapijt. Zo! Oh, ik kan zoveel verrijzen! Altijd lekker een nieuwe plek ontdekken. Maar als het maar wel luxe is, haha! Dit heeft toch ook weer een godsvermogen gekost. Godverdomme, wat heeft wat dit? Is dit mooi, zeg. Oh mijn god, er is heel wat een hek naar binnen gerend. Maat, spring erin. Doe dat niet zo saai. Dit is geen... Oeh, dit is hard. Oeh, dit is levensgevaarlijk. Dit is een slaapkamer, of niet? Nee, dit is echt een heel soort leuke... Het is een moffelpoef. Bro. Oké, goed gegooid, man. Nou, wat leuk. Hebben ze ook slaapkamers of zijn ze die vergeten in het huis? Ik ga even kijken wat de lekkerste kamers, dan ga ik namelijk slapen. Het is ook echt dat altijd hetzelfde egoïstische gedrag van Rob en Koen die de lekkerste kamer claimen. Zo! Deze van mag ik het zien? En kijk deze kunst. Wauw. Een lul. Er hangt hier een lul. Een lul. Dit is gewoon een ordinaire lul. Heb je de sauna al gezien? Sauna? Oh, je bent. Misschien hadden we kunnen vragen of ze hem iets kleiner konden maken, die sauna. Hey, zullen we oprecht met z'n vijf in de sauna? Dat is echt gezellig, Brian. Nou, allemaal met een heel klein handdoekje alleen over de penis. Dat we denken alleen de penis. Ik doe dat wel als jij het akkoord gaat met 24 uur te overleven, want in een nudiste camping. Dan was je niet bij bij die creative meeting. Kun je 24 uur overleven op een nudiste camping? Ik denk dat Koen het wel doet. Ik denk dat Rob het niet wil. Ik ga het zeker niet doen. Bro, ik doe het echt met liefde. We kunnen het ook hier doen als het aan mij ligt. Dan moeten ze de hele tijd die vijf piemels blurren. Nou ja, voor jou niet. Nou, dames en heren, zo vet is het dus. Wat een graafhuis. Jongens, het is tijd om te gaan tukken. We gaan een drukke week tegemoet. En morgen gaan deze drie jongens leren skiën. Ja, ik ga voor het eerst skiën. En wat gaan wij doen? Of zien we dat morgen wel? Bier drinken. En dan maar ook bier drinken! Skiën is voor mensen die niet kunnen racen, toch? Oh, die is echt. Ga er niet praten met hem! Skiën is toch ook niet sport? Skiën is eigenlijk hetzelfde als van de glijbaan gaan. Er zijn pas wel heel boze, rijke mensen in de comments die hun hele leven elk jaar op wintersport mochten. Die zijn. Dit is echt het leukste wat er is, klopt. Oké, je zit er in mijn voorrechte positie. Ik ben niet zo opgegroeid. Ik moest van ver komen. Ik moest het helemaal zelf doen. Daarna ging het wel goed. Goedemorgen mensen, het is zover. De grote dag. Goedemorgen. Ja. We zouden vanavond voor het eerst gaan appelskiën. Weet je wat we gisteren hebben gedaan? We hebben gisteren natuurlijk een klein drankje gedaan, maar het is bij 1 of 2 of 12.000 gebleven. Mooie hoofd, mooie ogen, mooie kontje. Jullie weten tegenwoordig
jij komt dichterbij me. Oh, oh, sinds ik je heb gezien. Het was wel goed dat we zeiden, we moeten wel echt 11 uur moeten weer thuis zijn. Ja, waren we thuis. Ja, we waren thuis. Ja, met 11 uur 's ochtends was het. Ja. Hey, we zijn in het, bij de skiverhuur. En deze jongens moeten even al hun spullen gaan fixen. En dat is natuurlijk grappig. Oh ja, bijvoorbeeld hij heeft natuurlijk nog een skischoen aan gehad. Die mat, die ziet, kijk even hoe die vent erbij loopt. Oh, ik trek mezelf in de piste af vandaag. Die papa's. Wat plezier. Zo even aan de mensen thuis die papa's. Oh. 30 euro bij Decathlon. Decathlon, Jan. Ja, precies. Roel, waarom sta je erbij alsof je gisteren 5 vrachtwagens gekocht hebt? Ik gisteren 5 vrachtwagens heb gekocht toen we de afsneeuwroute nemen naar beneden. Gekocht. Hoe kostte dat dan? Dit moeten we doen. Als neukende registreren. Nou, vooruit dan maar. Registreer mij maar, baby. Registreer mij maar. We moeten als neukende registreren. Nee. Jij moet je registreren. Nee. Ik vind het jammer dat je mij niet wil neuken. Meester David helpt zijn leerlingen met het aantrekken van hun skischoenen. Ze maken zich klaar voor hun allereerste les. Die brief vraagt net van, heb je al ooit skiet? Dus ik zeg nee, dit is onze eerste keer. Ah, hij begint gewoon te lachen. Ja, nou ja. Hij lacht ons gewoon uit. Zijn jij zenuwachtig? Ja. En een beetje, man. Ja, bij Roel weet je niet, want er komt helemaal niks binnen. Joehoe. Hallo, wat is er aan de hand? Roel. We kunnen misschien nog wel wat beelden van gisteravond laten zien. Hebben jullie het al gedaan? Ja, ik denk dat die er al in zijn geweest. Oh. Hij wil wel van nieuw, hoor. Zie je mij in de zaal gemaakt? Helemaal niks. Maar mijn doel is om het beter dan Rob en Roel te doen. Gewoon op een karke dienst, gewoon uitsloven. Einem Ski, rausdrukken, runterdrukken. Yeah. Goed, Roel. Kijk, nu gaat Mat. Mat, wat? Yes. Hoppa. We laufen met einem Ski darüber. Ik zie een pils, hè? Nou, daar gaan ze. Oh. Goed, Mat is op een vrouw. Goed hoor. Sef, die Andy spreekt dus geen woord Engels en ik geen woord Duits. Dus die communicatielijn die is niet echt heel lekker. Ah, nu heb je dus geen voet meer om op te staan dadelijk, hè? Vanaf nu ga je skiën. Vanaf nu gaan we skiën. Vind je dat leuk? Ik vind het zo leuk. Dit is glad hier, man. Het is glad hier. Je rem is dit. Yes. Dit is je rem. Oké. Ho! Naar voren. Ik sta op een helling. Ja, weet ik. Alleen ik sta toch op een helling naar achter. Meester Andy legt de leerlingen uit hoe je moet remmen. Helaas is er één stoorzender die de les onderbreekt. Ik versta er geen konjon van. Oké, laufen jetzt mal mit dem Ski darüber. Nadat leerling Robbie uit de les gezet is, kan meester Andy verder met zijn instructie. Oké, kijk. En nu heb je het door. Nu kan je skiën. Yeah. Yeah. Ja! Oh, leuk! Super! Cool, man! Dankeschön! Op je tweede skivakantie. Ik had echt goed. Sst, niet vertellen! Een angstschnaps, ja! Angstschnaps! Oh, I hear schnaps! Yes, let's go! Wat een goed idee! Even kijken wat ik allemaal bij me heb. Die is lekker, man, Miel. Hij is lekker zoet, hè? Die kunnen we op dit moment wel even gebruiken. Hup, die piste op, jongens. Wij gaan nu hier een stukje vooruit skiën. Het enige wat we moeten doen is remmen en gas geven. Boven op de berg, naar beneden op de ski. Binnen in het hutje, daar is de afgeski. Oh, ik heb last van mijn knieën, mijn heupen, mijn lichaam en alles. Ja, dit wordt natuurlijk echt absoluut kansloos. Het is hier mee. Juist! Juist, Roel! Vamos! Kijk, en dit vind ik nou het stomme van wintersport. Je kan niet zonder dit weer omhoog. Hoe wil je anders doen? Nee, ja, niet. Alleen daarom vind ik het geen sport. Wat is hier nou stom aan? Dit is zo oncomfortabel, ouwe. Wat een verschrikkelijke ervaring is dit. Dames en heren, ze zijn hier boven aan het skiën. Maar ik heb mezelf duur overneukt, kijk. Ik heb dus van die huurschoenen nu. En ik heb nu een zieke blaar. Nou, echt, ik heb die dingen misschien 15 minuten aan of zo. Wat een kutzooi. Godsamme kleren, ik heb het heet. Er staan daar kinderen van 4 te schreeuwen naar mij dat ik pussy ben. Jullie zijn maagd! Sorry, dit vind ik nou echt genieten. Ik moet wel zeggen dat ik niet had verwacht dat het zo vermoeiend was. En dat baseer ik dan echt puur op alleen dat ik een paar mensen ken die op wintersport gaan. Milo, Russo. En het is niet dat zij heel erg afgetraind zijn. Dat ze dat zo volhouden, dat vind ik fascinerend. Even van doosje. Man heeft oprecht 20 meter geschiet. Serieus minder dan dat, denk ik. Ik heb gewoon blaren. Maar het kan ook niet door het skiën. Het is ook weer zo typisch. Hij zit daar weer met zijn dunne extreme huidje. Hij heeft weer last van blaren na twee minuten. Hij begint met die janken. Oh, die schoenen zijn weer niet goed. Kijk hem zitten. Ik ga niet. Ik ben een jongen van de positiviteit. Ik ga niet de hele dag met dit op pad. Nee, ik hoef geen snappie, dankjewel. Ah, zeker. Ja, lekker. Is niet gek. Oeh, zeer goed. Ik vind het mooi om te zien dat ze het wel serieus nemen. Vooral die Mat. Doe de vogel zwaaien. Hey. Die
Rob kan er echt helemaal niks van, terwijl hij al, nou, ik denk al een paar keer heeft geskiet. Hij is zelfs op skivakantie geweest, hij heeft hartstikke geoefend. Dan zegt hij tegen iedereen hier dat hij nooit geskiet heeft. Hij is overduidelijk de slechtste. Het ziet er niet uit. Arme jongen. Dat is, dat is goed, dat is goed. Dat zwemt, die stom ik. Meester Andy is bezig met de nieuwe oefening, wanneer leerling Robbie er weer doorheen praat. Ik versta alleen maar Tieten. Can't me speak. Oké, ja. Oh! Oh! Ik vind het stom, ik vind het helemaal niet leuk. Ik wil dit niet meer doen. Ik wil gewoon zo hard mogelijk naar beneden. Ik wil niet heen en weer parallel skiën. Ik wil die snelheid voelen, ik ben een racer. Hoe kan het nou dat hij zo weinig kan? Maar dit slaat toch niet heel die skilift aan het wachten op Matt. Kijk, als ik onze achtergrond nu ook zie, ik zou dit best wel een mooi moment vinden om even te doen. Het is dat die GoPro's in de Die GoPro's die zitten in de weg, anders kan je niet. Nee, ik ga niet doen. Die gast die komt naar me toe, hij zegt, lik je billen? Ik zeg, wat? Ik zeg, ja, ik eet wel kont. Dan komt hij naar me toe. Ja, lekker man, eigenlijk iemand die het ook... Ik zweem een ongeluk. Hij gaat billen likken. Ik eet wel kont hoor. Eindelijk iemand die met me eens. Hé hé. Hoppa. Had ik gehoord zo via via. Ik weet niet, ze kennen ons niet, dus misschien straal ik het uit. Hey, wie had me nu nog schoenen aan? Andy, is dit de black zwarte piste? Ik denk niet dat ik hier klaar voor ben om hier naar beneden te gaan. Ja. We gaan toch niet hier? Dit is fucking stijl, ouwe. Jullie zouden dit wel kunnen, maar deze is voor mij al niet het idee. Voor mij, we gaan dat pad pakken. Oh, we gaan niet via hier. Ik vind het een bijzondere plek om stil te staan. Oh, dit is leuk. Recht, recht door. En hard. Oh, wat een snelheid. Ja. Wat een verdomme k***lul, hij stuurt mij hierheen, ouwe. Deze setup, ouwe. We maken een pornovideo. Dit is een beetje de intro, dit is nog het acteerstuk. En beneden gaat het echt los. Oké, schatje, kom, we gaan. Kom, baby. Hey, sukkeltje! Die hadden we er. Die hadden we er vol, Hannes. Ik fiets hier als eerst op een ravijn af. En die brie gaat er keihard vanaf. Ik heb paniek. Oh, kramp! Ik ga mijn biesje kramp. Iedereen denkt ook dat er een ziek ongeluk gebeurd is hier. Bro, hij komt hier met een rotvaart aan en hij denkt dit kan niet fout gaan en hij rent gewoon niet. Ja, hij deed een soort pizzapunt, maar dan niet. We komen van het afdalingsspelletje af en we komen gewoon recht dit ravijn af. Hij skiet er gewoon zo hup, zo hup, met allemaal bochten, drie keer draaien, skiet hij zo hier hup en staat hier stil. Ik denk ja, ik kan één ding doen en dat is gewoon bidden van ik hoop dat ik het overleef. En twee seconden later lag ik met een hersenschudding hier, werd ik wakker. Ik weet niet wat er gebeurd is. En die zei zojuist dat hij zich kapot heeft gelachen. Dat is niet te zien aan Andy. Hey, die had een nieuwe nachtschoen. Oh, hij kukelt om. Deze is echt k***t hard, ouwe. Oh, deze kreeg op mijn kop, ouwe. Wat gebeurt er, man? Ja, weet ik veel. Moet je de beelden terugkijken, denk ik. Johnny Depp. Lieve mensen, wat leuk dat jullie kijken naar mijn stukje vlog. Dat stuk, daarboven, die daar loopt, daar komen zij zo vandaan. Dat is een hele serieuze, hele gevaarlijke piste. Maar die jongens zijn niet bang. De eerste anderhalve skiën in hun hele leven. En ze pakken dit soort pistes al moeiteloos. Het zijn grote strijders, gladiatoren. Ik ben trots op ze. Primi! Hey, die Miel. Ja, jongens. Het ging een stuk beter, man. Dit ging goed, hoor. Moeten we hier weer omhoog? Ja. Nog hoger. Oh, gaan we even lekker wat drinken. Hey, best leuk man. Ik vind het echt fucking leuk. Nou, kom jongens, dan gaan we nu naar boven en dan gaat het nu eigenlijk de dag pas beginnen. Gaan we nu echt leuke dingen doen. Daar zijn we dan. Hey jongens, jullie moeten niet meteen kijken. Ik had een lesbie. Jongen. Jongens, we zijn met z'n allen nu allereerste dag op wintersport. We hebben die piste geneeld, jij al helemaal. Jij was echt aan. Groot er even op. Ja, dit gooi je gewoon achterover. Hey, die had een nog schoenen aan. Verdomme.
Hey, maar smakelijk jongens. Ja, ja, niet zo miepen joh, komt eraan. Aanstellen. Wij hebben het even lekker gesmuld. Waarom ben je zo dichtbij? Ik vind wintersport vind ik nog meer, nu ik mijn eerste mening mag geven, vind ik meer overrijd dan seks. Jij leuk nooit, hoe weet je hoe dat ben je nou? Als je jong bent, denk je dat seks echt het einde van de wereld is. Maar het einde van de wereld is met je vrienden samen. Wintersport vind ik overrated. Dat is naar beneden skiën vind ik overrated. Ja, omdat je het nog niet kan. Nee, jij kan het lekker, joh. Oh, het gaat er naar beneden. Het zijn 3 stokken. Oh, wacht, het is Koen. Lekker body shamen, leuk. Geniet ervan, jongens. Het is leuk, hè, wintersport. Nee, dan niet. Je zag er eigenlijk teef. Niet boven skiën, Ferien, hè. Hey, maar jongens, ik heb een goed idee. Laten we naar beneden gaan en dan gaan drinken. Nee. Ja, Roel, zo'n draak, jongens. Nee. Ik wil dat gewoon even een keer wat meer de diepte ingaan. Niet alleen maar dat gezuip en dat eten en zo. Ik vind dat het te veel om alcohol draait. We moeten minder zuipen. Ik vind dat wij deze hele week hier zijn. We hebben allerlei mogelijkheden tot verdieping. Maar de allereerste dag, de allereerste video willen mensen of zeker even die apres-ski-ervaring zien meemaken. En die verdieping komt nog wel deze week. Ski-Ferien! Ski-oerlaap! Maar jullie willen niet meer skiën? Ik wil skiën, man. Ga je toch met z'n tweeën skiën? Dan gaan wij kijken of we Roel een beetje om de arm kunnen nemen. En dat we weer lekker sneeuwengeltjes maken in het grind bij ons thuis. Ik ga mezelf even mooi maken. Ik heb alles nodig. Maar en dan ga ik me even klaarmaken om even achter een paar skilerenressen aan te gaan. En die ga je dan? In de kop. Ja, precies. Ik ga van een anus een kuukje maken. Ski-Ferien! Jullie gaan dit dingetje in en dan zien jullie beneden. Oh, ik weet eigenlijk niet waarom ik dit gedaan heb, man. Je kan nu nog stoppen. Nee, joh, fuck die shit. Dan gaan we het gewoon proberen. Let's go, broertje. Let's go. Ik zie je flikken, man. Oh, een ontmaking op rood. Roy van der Graaf, we moeten nu een klein stukje rood pakken. En dit is de allereerste keer dat erop op rood gaat. Het is maar een klein stukje, want als goed is komen we snel weer op blauw. Maar hier kan je ook overlijden. Ja, zo simpel is het. Oeh, oh joh. Oh joh! Lastig! Kloten, zo close! En een klein randje pakken! Hij ging buiten de baan! Daar is de rand van de piste! Die moet je niet pakken! Ja, ik ging buiten de baan. Zeg maar, kijk, die piste heeft heel mooi van die bordjes. En dan kom ik buiten en dan heb je opeens hele zachte sneeuw. Plus kleren weg. Nu doen we waar ik wel goed in ben. Zuipen! Daar staan we dan voor de apres-ski, misschien wel het leukste van de hele wintersport. Tenminste, dat zeggen altijd mensen die helemaal niet kunnen skiën. Matt, wat heb jij te gekke brak aan? Dit is de enige club in de wereld waar ik binnen gekomen met deze brak aan. Batas ook, ouwe. Officier! Alvast sorry voor deze verschrikkelijke beelden die jullie nu gaan zien, want het wordt natuurlijk echt ranzig. Dit zou geen dag volhouden. Dit is het allerergste wat er is. Die mensen hier. I love Europa, blijf hier tot ik dood ga, Europa. En op een gegeven moment kom ik echt in een soort spiraal naar beneden en ik kwam er helemaal. Van een onhoudbare situatie op de werkvloer. Dit is grensoverschrijdend. Ik trek hier een streep. Victor heeft zijn stageperiode met een voldoende afgerond. Tijd voor hem om even lekker uit zijn bol te gaan. Je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je buiten. Wij hebben het hartstikke naar zee gehad in de apres-ski. Behalve Matt. Matt, zijn sociale batterij is op. 800.000 mensen in Nederland hebben het. Een depressie. Hey, het gaat dus deze nacht 12 centimeter sneeuwen. Nou, is dat voor jou is dat een hoeveelheid? Dan kan je eens voorstellen hoe groot het is. Bij mij is het behalve Peter. Als je het dan weet! Wij hebben, nou, een slee mag ik niet noemen, maar we hebben 5 pannenkoekpannen. En hierop kan je ook sleeën. De piste is dicht, dus laten wij omhoog rennen en gaan sleeën. Geef even kort je mening binnen 3 zinnen over wat je vond dat hier binnen afspeelde. Ik zag oma's, ik zag opa's, ik zag mensen die te dom zijn om te schijten. Officier, ouwe! Ik vind het niet leuk dat we het over zijn kleding hebben. Die broek! Die broek! Ik had toch een nieuwe stonejoutje moeten halen. Mijn handschoenen. Heb ik niet meegenomen. Goed, niet op het piste pissen. Geen piste. Au! Au! Ah, ik heb vol mijn handen gepist! Ah, mijn lul! Ah. Wat
GoPro, jongen! Ik maak even de GoPro schoon. Hallo, mijn man. Hallo. Bro, ik ga helemaal niet. Ik zit helemaal niet. Ah, mijn reet. Ik moet gewoon koud. Oh, ik zit helemaal onder de sneeuw. Nog een keer. Ik zit tot mijn anus in de sneeuw. Die hele circus is echt. Laten we beginnen met de winnaar. Die was duidelijk. Die van onze vier grondleggen. Die brak hij die patten. Tweede. Zou ik even over mezelf zeggen, dat was ik. Ik heb niet gewonnen, maar goed, tweede vind ik ook prima. Want jullie weten, er zijn vier prijzen. Derde, ook goed. Ja, dankjewel. Op een aanmerking. Wij doen hier een potje sleeën. Hij valt van zijn slee. Ik nam drie stappen. Nee, jij springt naar voren. Met heel veel snelheid heb je dan. Maar even, daar gaat het niet om. Wie was er als eerste van jullie twee over de lijn? Dat was Roel. Was Roel? Maar stel, je bent hardlopen, je pakt deze fiets. Dat mag ook niet. Was Roel als eerste over de lijn? Ja of nee? Ja, dat was niet relevant. Hij heeft vals gespeeld. Hoppa. Goede spier. Ja! Ja, leuk, hebben jullie allemaal jekertje? Prima, dat hoef ik allemaal niet. Ik heb een veel betere prijs dan dat. Ik heb voor de vier winnaars heb ik echt iets heerlijks. De prijs van ons alle vier. En dit is echt een bijzonder moment, hè. Een vlugeltje. Het overwinningsdrankje, lekker. Laten we nog één potje doen. Homo's! Ik trek gewoon over die sneeuw heen, man. Man, en heel erg, we hebben nu allemaal mee. Oké, het is groen en het rolt naar beneden. Bro, mijn slee, waar is die? Is mijn slee van de ravijn afgeflikt? Bro, dit is oprecht, dit is toch niet, dit is best wel gevaarlijk. Nee, joh, kan wel. Best wel gevaarlijk, wat heb je nou over, man? Ik geef mijn neef hier. Alles voor bankzitters. Schiep. Hij krijgt zo'n tak in zijn oog. Oh, een tak in mijn oog! Het is wel echt serieus handig als je hem even gooit alvast. Je kan er wel gewoon die sleeën naar boven. gooien. Ja, bro, ik kan niet staan. Gooi hem even goed, dan ben je er vanaf. Je bek ook. Wat de brie doe jij nou weer? Zo pro, ouwe! Ja! Ja! Zullen we even naar het huisje? Even bijkomen? Laten we gaan! Ik heb er zin in! Ik heb het bijzonder koud. Hey, als jij het koud hebt, zouden wij jou in dit tapijt mogen rollen? Nee. Wat is nu de bedoeling, jongens? Dit is zo'n ranzig tapijt. Oh, wat voel ik mij een lekkere tortilla. Oh, dit is bijzonder vervelend. Dit is zo kut. Oh wel! Oké. En nu de spraak komen op zijn gezicht. Totaal! Dit was het. Ah, je tuft erop, hè! Zo eet je er geen banaan. Nou jongens, ik vind het eigenlijk wel gefeliciteerd om eerlijk te zijn. Bro, waar is dat goed voor? Hoe zit even je neus af, Gernot? Jij wil het toch bij Vindicat? Dan moet je met je best doen. Als de mensen thuis nu een leuke idee hebben hoe wij Koen nog meer kunnen vernederen, laat het gewoon even achtergeven in de comments. Ik ben van de catering, wil je misschien wat lekker? Ja, dat is wel genoeg. Okay, misschien wel eentje dan. Maar nu is het al genoeg hoor. Ik proef een barbecue smaak. Toch even de sauna in dan? Oh, ik voel me een soort sushi-rol op een ander level, man. Mijn hoofd zit klem onder het bankje. Jongens, mag ik jullie bedanken dat jullie mij zo lekker opwarmen? Dit is echt te gek. Kom, het fikt het denk ik zo. Ik zweer je, red en rook. Oh, zo warm, ja. Uit. Ik voel een soort warmte in mijn voeten opkomen. Ik lig nu in een stabiele zijligging. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Geef een abonnementje af te sluiten. En zie ik jullie bij de volgende video. Je moet nu stoppen, anders zien mensen mijn lul. Ja, hou maar.